Media heeft uiteraard politieke macht. Wat er in de kranten staat, wat er op het internet verschijnt, wat er op televisie komt en de mate waarin en de politie daarin, dat speelt een rol. Dat speelt een rol in verkiezingen enzovoort. Maar ik denk dat die rol relatief beperkt is. Nou goed, we kunnen daarover spreken wat beperkt is, of het glas half vol of half leeg is. Maar het is zeker niet zo. Mijn bedoeling is, als je hier buiten gaat, dat je, als je buiten gaat en we zouden een enquête houden en we zouden nu de vraag stellen, is de media almachtig en een almachtige politieke speler? Dan zal ik blij zijn als veel van jullie zeggen dat de media geen almachtige speler is. Dan heb ik u daar tenminste van overtuigd. Nu, jullie mogen uiteraard van mening verschillen van mij. Ik ben niet heel goed in het opzetten van interactieve lessen. Dus onderbreek mij, stel vragen. Ik zal u ook af en toe zelf een vraag stellen. Dus wij hebben een enquête gedaan, een beetje de rode draad. Wij hebben een enquête gedaan bij politici en bij journalisten over de media. En over de rol van de media in de politiek. En ik zal u dan telkens vragen wat uw mening is. Ik zal u een lege tabel laten zien, wat uw mening is. En dan stemmen jullie een beetje. Kunnen we daar misschien een paar dingen over zeggen. En dan laat ik zien wat politici en journalisten daar zelf van vinden. Dus als mensen experten van hun eigen domein. Zij worden dagelijks, journalisten dagelijks met politici geconfronteerd. En politici dagelijks bij journalisten. En dus ze kunnen over de invloed op elkaars werk oordelen. Goed, en dat, de bedoeling is dat we rond 10:45 daarmee stoppen. Ja? Goed. Ik zou eigenlijk willen beginnen. Ik ga ervan uit dat sommigen onder jullie dit al echt gezien hebben. Dit is het Colosseum in Rome. Je moet er eens naartoe gaan. Dat is een... Wel, ik weet niet of je het weet. Rome is een fantastische stad, maar het Colosseum is voor mij het meest indrukwekkende gebouw dat je in Rome kunt gaan bekijken. En eigenlijk de metafoor, het beeld dat ik zou willen gebruiken, is dat de media een arena is. Colosseum is een arena waarin allerlei gevechten en wedstrijden, hè, brood en spelen, om onder meer, maar dat is dan ook politiek om de Romeinse bevolking rustig te houden. En ze geven ze eten en ze zorgen dat er entertainment is, dat ze zich niet te veel vervelen en dus niet te veel met politiek bezig zijn en zich eventueel tegen de machthebbers zouden keren. Maar de arena, dat is eigenlijk wat media is. De media is een politieke arena. De media is een strijdperk tussen politici. Dus er zijn verschillende strijdperken in de politiek. En de media zijn er daar één van. Je kunt, een paar voorbeelden. Je kunt de politieke actoren, dus met politieke actoren bedoel ik politieke partijen, politici, maar ook sociale organisaties, sociale bewegingen, belangengroepen enzovoort. Ik woon in een klein dorp en wij vinden, wij, mijn familie en ik en onze buren vinden dat er te veel snelle camions door onze straat rijden. Dus we hebben een brief geschreven naar de burgemeester in ons dorp om te zeggen dat we daar een oplossing voor vinden. Zoals Vlamingen nogal doen. Dus ik heb effectief deelgenomen aan politiek. Dan zijn wij ook politieke actor. Op het moment, we zijn burgers, maar we verenigen ons in een soort buurtcomité en we gaan proberen de politiek te beïnvloeden. Dat allemaal zijn allemaal politieke actoren. Dus in de mate dat burgers echt proberen deel te nemen, invloed hebben aan politiek, zijn het ook politieke actoren. Zo. Er zijn verschillende arena's. Je hebt de regeringsarena. Dit is eigenlijk wat er gebeurt in de regering. Dus de paar partijen die de regering uitmaken, die vechten met elkaar om hun doelstellingen te halen, om hun beleid te realiseren, om het regeerakkoord uit te voeren, om het regeerakkoord niet uit te voeren, enzovoort. Je hebt de parlementaire arena. Daarin strijden actoren met elkaar die verkozen zijn. Namelijk, dat zijn de politieke partijen die strijden in de parlementaire arena. Hier heb je geen sociale bewegingen, bijvoorbeeld. Sociale bewegingen staan buiten de parlementaire arena. Lobbygroepen, drukkingsgroepen zitten niet in het parlement, zitten niet in de regering. Dan heb je de mediaarena, die is breder. Daar nemen meer verschillende groepen aan deel. Er zijn meer verschillende groepen die proberen de mediaarena te betreden en daar een statement te maken, want daar komt het eigenlijk op neer. Je probeert op de mediaarena een punt te maken. Je probeert een claim te maken. Je zegt van, dit is goed aan politiek, dit is slecht, of dit willen wij. En als we dat niet krijgen, dan zullen we, weet ik veel, betogen, het kot afbreken, niet meer voor deze partij stemmen, enzovoort. Er zijn allerlei mogelijkheden. Hè. Dus dat is de media-arena. En je moet de media, in die zin, is niet zozeer een actor. Het is natuurlijk een actor, omdat je daar journalisten hebt en media die bepaalde belangen hebben en bepaalde dingen willen doen. Maar de media is in de eerste plaats een strijdperk. Net zoals de regering, dat is ook het parlement, is in de eerste plaats een strijdperk tussen verschillende politieke actoren, tussen politici. En er zijn regels. Er zijn regels in het parlement, er zijn regels in de regering en er zijn ook regels in de media. Als je wilt als gladiator
Als politicus de media-arena betreden, dan moet je aan bepaalde regels voldoen. Je moet je communicatie bijvoorbeeld in een bepaalde manier brengen om toegelaten te worden om in de media te mogen spelen. Er zijn heel veel politici die niet in de media komen, er zijn heel veel politici die heel veel in de media komen. Die politici die in de media komen hebben bepaalde kenmerken. Net zoals, weet ik veel, sommige van jullie zijn geschiedenisleraars, weten daar veel meer van. Maar in het Colosseum in Rome waren waarschijnlijk ook regels over hoe een gladiator gekleed moest zijn. En mag waarschijnlijk niet zijn blote gaan optreden. En gaan vechten. Dus er waren de regels over wat hij kon doen en wat hij niet kon doen. Wel, zo is de media-arena een strijdperk tussen politieke actoren waar bepaalde regels gelden. En belangrijk is dat die regels bepaalde politieke actoren systematisch bevoordelen en andere actoren systematisch benadelen. Maar dat geldt ook voor de regeringsarena en de parlementaire arena. Typisch is, je zou zeggen, ook een soort gevecht, is het gevecht tussen partijen voor de kiezer. Op 25 mei gaan we minstens drie keer gaan kiezen. Dus we kunnen drie verschillende stembrieven. En dat is de electorale arena. Dat is eigenlijk opnieuw partijen die met elkaar vechten. En waar wordt er voor gevochten? Wat is het strijdperk? Het is onze stem waar partijen voor gaan. Dus... Je kunt naar de media kijken als een institutie die zelf aan politiek doet. Ik denk dat het handiger is om te kijken naar de media als een institutie waarin politiek gedaan wordt. Niet door de media zelf, misschien een klein beetje, ik kom daar straks op terug. Maar vooral, er zijn bepaalde regels die politieke actoren, als ze via de media willen communiceren met de burgers, die daarvoor nodig zijn. Belangrijk is dat die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. En dat eigenlijk als de regering en als de partijen in het parlement, als die willen communiceren met het publiek, dat die bijna alleen via de media kunnen gaan. Dus als je een punt... Vroeger was het zo dat partijen heel veel leden hadden. En dus partijen konden bijvoorbeeld via lokale afdelingen en via hun eigen pers, wanneer de media nog gebonden was aan politieke partijen, konden partijen communiceren met het publiek. Nu... Kun je bijna niet communiceren met het publiek los van de media. Partijen gaan ons allemaal proberen, of zullen ons allemaal bombarderen met allerlei informaties, met folders in de bus enzovoort. De effectiviteit daarvan is zeer laag. Waar het op neerkomt is om in de media te scoren en in de media aan bod te komen. En de medialogica, en daar kom ik straks op terug op het woord medialogica, om die te volgen, om daar uw punt te kunnen maken. Dus dat maakt de media-arena, je hebt het gevecht tussen actoren in de media-arena, maar het is ook een soort filter die ervoor zorgt dat de koppeling tussen de burgers en het politiek systeem verloopt voor een groot stuk via de media. Dus de mediatie, eigenlijk als je het woord media komt van medium of... Mediare zal zeker het Latijns woord zijn. Tussenstaan waarschijnlijk. Ik heb Latijn genomen, dat is heel lang geleden, dus, maar ik vermoed dat het een Latijn woord is. Dus tussenstaan, die eigenlijk medieert tussen de burgermaatschappij en het politiek systeem, maar ook een forum van gevecht. Omgekeerd ook natuurlijk. Het is via de media dat de regering en het parlement en dat die hogere arenas, of die politieke arenas, dat die informatie krijgen over de samenleving. Maak u geen illusies, hè. Politici, hoe lezen politici de samenleving? Hoe weten politici wat er in de samenleving, wat er bij de burgers leeft? Dat is voor een stukje door naar spaghettiavonden te gaan en op café te gaan met burgers. Voor een stukje door 's morgens naar een man of vrouw te luisteren aan de ontbijttafel, die zegt wat er op school gebeurd is. Maar voor een groot stuk door gewoon de gazette te lezen. Dus hoe leren politici over de samenleving, over de burgers, over de problemen in de samenleving, dat is ook via de media. Dus de media is een soort van gatekeeper, een soort van filter tussen het politiek systeem en tussen de burgersamenleving, hè? Wij allemaal, hè? En de problemen die er in de burgersamenleving zijn. Wat is er typisch aan de media als politieke arena? Wel, politiek in verschillende arena's. Het is een podium van strijd, maar mijn punt zou zijn dat de media zelf geen strijder zijn, hè? Dus het is het Colosseum. En dat heeft bepaalde kenmerken. Daar ligt zand op de grond. Hè, waardoor een gladiator zand kan nemen en iemand anders zijn ogen kan gooien in het gevecht. Maar we zeggen, het is niet het Colosseum zelf dat zand gooit. Hè. Dat zand ligt daar. Dat is iets wat ter beschikking staat van de strijders in dat arena. Dus de strijders zijn politici, partijen en organisaties. En bepaalde regels in de strijd, er zijn bepaalde regels om toegang te krijgen. Bijvoorbeeld, een van de regels, en ik zal er straks uitleg over geven, is dat je, als je een punt wilt maken als politieke actor, dat het kort en bondig moet zijn. Zeer kort en zeer bondig.
Als je als politicus niet in staat bent om je punt te maken in 12 seconden, dan kom je er niet in. Zo simpel is het. Dat wil ik niet zeggen dat de media zeggen welke quote er zal inzitten, maar er zijn bepaalde kenmerken van de quote, bijvoorbeeld de lengte, die je moet respecteren. En als je het niet kort kunt zeggen, dan, sorry, dan is de toegang tot de arena u ontzegd. En dus sommige politici, Bart De Wever bijvoorbeeld, is... heeft een geweldig talent voor korte, krachtige en straffe quotes. Dat wil zeggen dat dat soort politici bevoordeeld zijn in de media-arena. Ja? In het parlement gelden andere regels. Hè? Die regels bevoordelen bepaalde actoren, maar dat is ook in andere arena's. Zo, in het parlement is het bijvoorbeeld zo dat de regeringspartijen voorrang hebben op de oppositiepartijen. Dat wil zeggen, als een parlementair een voorstel doet... En de regering zegt, wij willen over hetzelfde ook een wetsvoorstel doen, dat automatisch het voorstel dat door een gewone parlementair is gedaan, van de verdwijnt, en dat automatisch het regeringswetsontwerp voorrang krijgt. Dat is hetzelfde. Dat betekent dat bepaalde actoren in het parlement structureel door de regels van het parlement bevoordeeld zijn boven andere actoren. Wel, hetzelfde geldt in de media. Dus ik denk dat je moet, als je de mediaregels snapt als politicus, dan kun je er natuurlijk mee rekening houden als je probeert de arena te betreden, en dan probeert in de media-arena met andere politici dat gevecht aan te gaan. Hè. Waar komen die regels vandaan? En ik ga dat straks op, als ik straks over medialogica ga spreken, dat heeft te maken met het publiek. Onze media, niet alleen in Vlaanderen, in België, maar quasi overal, misschien nog niet helemaal in Oekraïne en in Rusland, zijn commerciële media. Hun bedoeling is, dat zijn bedrijven die bedoeld hebben om winst te maken, en dus is communicatie die aantrekkelijk is voor het publiek, de belangrijkste regel. Het moet connecteren, het moet interessant zijn voor het publiek. En dus die korte quotes hebben er niks mee te maken met het feit dat journalisten nu eenmaal vinden dat politici niet mogen uitspreken. Het heeft ermee te maken dat korte quotes, dat het makkelijker is om een nieuws te maken en meer aantrekkelijker is om een snel en aantrekkelijk nieuws te maken door veel korte quotes in plaats van een politicus gedurende 2 minuten in het journaal op 1 of op VTM aan het woord te laten. En dus daar heeft het mee te maken, maar het heeft ook natuurlijk met te maken met de eigenheid van de media als organisatie. Nieuws moet aantrekkelijk zijn voor het publiek, maar nieuws moet ook gemakkelijk zijn. Als jullie een les... ik zal over mezelf spreken. Als ik een les voorbereid, dan wil ik het maximaal effect met de minimum aan inspanning. En dat zal bij jullie niet anders zijn. Als je een goede les hebt liggen van vorige keer, en er heeft vorig jaar goed gemarcheerd, dan is de kans groot dat je zegt, waarom zou ik daar iets aan veranderen? Ik verzin een nieuw voorbeeld en up, ik doe nog eens hetzelfde. Max, groot effect, want het is vorige keer gelukt, minimum aan inspanning. Wel, zo denkt een journalist ook. Een journalist die wil nieuws maken, zoveel mogelijk nieuws, met zo weinig mogelijk moeite. Dat betekent dus dat de actoren, de politieke actoren die er in staat zijn om nieuws te brengen, dat op maat gesneden is van de politiek, van de media, dat die er gemakkelijker doorkomen. Niet omwille van het feit dat dat aantrekkelijk is voor het publiek, maar omdat een journalist gewoon minder moeite moet doen. Ja? Dus als je een persbericht stuurt als politicus en je wil er nieuws komen, wij hebben in onze onderzoeksgroep ook iemand die onze persberichten af en toe doet, dat is die herschrijft, die zet er altijd een quote in. Want je zet in uw persbericht, geciteerd in het persbericht uzelf. Dat is een beetje gek als je een persbericht uitstuurt. Zeggen de onderzoekers, zetten wij daar dan bij? Of zegt professor Walgraaf, dat is heel gek als je dat zelf schrijft natuurlijk. Waarom doe je dat? Omdat je weet dat die quote en dus heel dat stuk gewoon kan copy-paste geplakt worden in het artikel in de krant. Dus je maakt het gewoon makkelijk. Dus dat zijn de twee logica's eigenlijk. Je hebt de publieks, alleen logica, dat woord ga ik voor iets anders gebruiken. Je hebt het publiek en je hebt eigenlijk, het moet gemakkelijk zijn. Net zoals elke mens denkt van, ja, ik wil niet te veel moeite doen. Waarom zou ik veel moeite doen als het makkelijk ook kan? Hè? Dus als ik een persbericht krijg, vol met moeilijke woorden, zonder quotes, wat ik niet versta, en ik krijg een persbericht met een aantal interessante quotes in, en kort, die ik wel versta, dan twijfel ik als journalist absoluut niet wat er in mijn artikel zal zitten. Hè? Het heeft niet alleen met het publiek te maken, maar gewoon met, ik zou zeggen, algemeen menselijke gemakzucht. Hè? Of ja, waarom zou je het moeilijk maken als het makkelijk ook kan? Goed, wat is de eigenheid van de media-arena? Zoals ik daarnet zei, de media-arena koppelt de andere erenis aan het electorale arena. Dus de enige weg, en dat is anders, dat is nieuw. Maar dat is niet zo nieuw. In die zin, dat is niet de kwestie van de laatste 5 jaar of de laatste 10 jaar. Maar vroeger was het zo dat er
bijvoorbeeld ook in het dagelijks, dat politici meer geworteld waren in het lokale verenigingsleven, bijvoorbeeld. Iemand als Herman de Croo gaat daar prot op, dat die, weet ik veel, ik ga er echt een slag naar staan, de oude de Croo, die gaat er prot op dat hem elke week gemiddeld 8 recepties doet. Dus, en dat is dan de lokale boogschuttersgilde, dat is een turnkring, dat is weet ik veel. Dat zijn goudvissenverzamelaars, weet ik veel wat voor lokale verenigingen. De Croo gaat, probeert dus eigenlijk de media te vermijden. Hij zegt, ik probeer contact te hebben met mijn kiezers, niet via de media, maar rechtstreeks. Wel, ik beschouw de Croo in ieder geval als een voorbeeld van een politicus uit van de oude generatie. Huidige politici hebben niet minder contact met de kiezers. En dus hun enige manier is via de media. Dikwijls natuurlijk ook via lokale media. Want zoals ik straks zal aantonen, zijn er heel veel parlementsleden, bijvoorbeeld in het Vlaams parlement, die heel weinig of nauwelijks in de nationale media komen. Dus er is een groot verschil bijvoorbeeld tussen federale en Vlaamse parlementsleden. Federale parlementsleden komen meer in het nieuws, maar nog altijd veel, veel minder als ministers. Dus eigenlijk, als de minister zo doet, staat hem in de krant, maar een parlementslid kan heel veel knipperen en nog altijd niet in de krant staan. Dus koppelt arenas aan elkaar en koppelt is dus heel belangrijk voor die mediatie. Het wapen in de media-arena is informatie. Waarmee wordt gevochten? Waarover gaat het in de media? Dat is informatie. En dat zijn dikwijls onverwachte gebeurtenissen. Kijk naar wat er in de media gebeurt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de media en de politiek, als die op de media regeert, een soort van brandweer... ...achtig iets is. Dus er gebeurt iets en iedereen stormt erop af, al de brandweerwagens, om te gaan kijken naar de brand, het spectaculaire event dat er gebeurt. En dus er zijn in de wereld, er gebeuren voortdurend ongelukken en incidenten. Er zijn voortdurend mensen die uitspraken doen die ongelukkig zijn. Er gebeurt van alles. En dat is wat de media natuurlijk bericht over geeft. En de bedoeling, en wat politieke actoren betreft, die proberen dan, partijen, die proberen op die gebeurtenissen in te spelen. Maar soms zijn die gebeurtenissen, gaan die helemaal in tegen wat zij willen. Als je bijvoorbeeld voor de, voor de exportatie is niet het juiste woord. Allee, wat ze doen met asielzoekers, ze zetten die op vliegtuigen en ze zeggen van... Uitwijzing. Ik denk dat het neutraal... Exportatie is een klein beetje weinig neutraal. Hè. En laten we spreken over uitwijzing. Dus als er daar iets gebeurt, dat mislukt... bijvoorbeeld, lang geleden is er... En sommigen onder jullie zullen dat zeker herinneren... Is er een dame, Semira Adamu, door de Rijkswacht... Die hadden zo'n kussentje om haar rustig te houden... En die hebben dat op haar gezicht gedrukt en zijn gestikt. Als je voorstander bent van het uitwijzingsbeleid... Dan is dat een dikke tegenslag. Want dan zeggen ze, godverdekken, nu gaat er een debat komen over het uitwijzingsbeleid. We hebben dat accident hier gehad. En de kans dat wij, dat we ons streng uitwijzingsbeleid kunnen blijven handhaven, is klein. Dus dat zijn gebeurtenissen die onverwacht zijn. En kijk eens naar politiek. Lees de krant. Allee, ik ga ervan uit dat jullie de krant lezen. Of toch velen onder jullie. Ik zou durven zeggen, shit happens. Dus er gebeurt voortdurend van alles. Dingen lopen fout. Wanneer er goede dingen gebeuren, is dat niet politiek relevant. Maar vooral wanneer er slechte dingen gebeuren. Want wat gebeurt dan? Iedereen draait onmiddellijk zijn hoofd naar de verantwoordelijke minister. En denkt van, en wat gaat de politiek daaraan doen? Wij verwachten van politici oplossingen voor onze problemen. Ik ga terug naar mijn... Wegens die onverwachte... Als je degene onder jullie... Dat is de binnenkant van het Colosseum. Ondertussen liggen daar denk ik planken over. Of toch de laatste keer dat ik in... En wat is dit? Dit is eigenlijk onder het strijdperk heb je allemaal tunnels. En wat stopten ze daarin? Daarin zaten de leeuwen. Dus je weet bij de gladiatorengevechten dat er werd gevochten. En daaronder staken ze wilde dieren of allemaal verrassingen. Dat is eigenlijk wat er in de media gebeurt. Dus je hebt die partijen die aan het vechten zijn in die arena. En in één keer gaat er een luik over en springt daar een leeuw uit. Semira Adamu stikt in een kussentje. En plots is daar een evenement, een accident, waarop moet gereageerd en waarmee moet in het reinen gekomen worden. Dus in die zin speelt de media... Natuurlijk is dat... En sommigen zijn beter in staat. Soms duik je leeuw op dicht bij een bepaalde actor. Bij een bepaalde, weet ik veel, een of andere gladiator. En plots die leeuw duikt vlak bij hem op. En soms is dat een andere die last heeft van die leeuw of van die olifant. Een giraf zal het wel niet geweest zijn, maar in ieder geval van een dier of een onverwachte gebeurtenis dat plots eigenlijk in dat gevecht opduikt. Dus ik denk dat belangrijk is dat het zijn de media die de spiegel op de samenleving leveren. Het is in de media als er olieplatforms crashen, als er vliegtuigen naar beneden gaan, als er graven worden geschonden, weet ik veel.
dat staat in de krant en via de krant komt dat in de politiek en van de politie wordt dan een reactie verwacht. Dus onverwachte gebeurtenissen, feiten. Mijn collega's van de Universiteit Antwerpen, er zijn veel mensen bij ons die bezig zijn met armoede. Hè, je hebt het jaarlijks armoedeboek. Dat is een feit. Dat staat in de krant. Dus als die een jaarlijkse jaarboek uitgeven, staat in de krant. Dat feit komt in de media. Hè. En politici moeten in de media, dus kunnen dat ook in het parlement en in de regering, in die hogere arena's, maar in de media wordt van hen een reactie verwacht. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt voortdurend in dat media dat spel van actoren tegen elkaar. Degene onder jullie die van voetbal houden, het is bijna tiki-taka, hè, het voetbal van Barcelona. Tik-tak, tik-tak. Voortdurend op en neer tussen politieke actoren in die arena, hè, van de media. En opinies. Wat is het andere? De grondstof, dat gaat over meningen. Ik lees een krant, ik lees de Standaard, waar je elke dag een paar opiniepagina's hebt. Dat zijn mensen die meningen hebben. Soms zijn dat politici, dikwijls zijn dat burgers, zijn dat experten, zijn dat professoren, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die in die media verschijnen en waarmee die actoren dan, hè, in die media-arena, hè, aan de slag gaan. Ja, media levert informatie in andere arena's. Dat is die dubbele rol, daar ga ik even niet op in. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, om nog eens een ander beeld te gebruiken, ik ga misschien in verwarring bereiken. Je zou kunnen zeggen dat de media een kudde bizons zijn. Jullie kennen Tim Powels, vroeger nog altijd journalist van de VRT, maar iets een beetje op de achtergrond getreden. Hij is nu de baas deontologie van de VRT. En vroeger was hij wedstrijdjournalist. Tim Powels is bij mij in de les eens komen spreken en vertelde tegen mijn studenten wel, de media is een kudde bizons. Een medium, dus de Standaard, de Morgen, het Laatste Nieuws, de Metro, dat is allemaal een bizon. Die staan meestal rustig te grazen in de prairie. En dan kun je als politicus daar rustig tussendoor lopen. Die bizons, en je kunt die aaien, je kunt die op hun tiksken op hun gat geven, die zijn rustig. Dat is totaal ongevaarlijk. Tot die bizons op hol slaan. Allemaal in dezelfde richting. Dan worden gewoon platgewalst. Ja. En dus eigenlijk is de vraag, dus meestal zijn die media spreken, die lopen ook door elkaar. De ene bizon gaat ginder grazen, de andere gaat daar. Dus er is daar, dat gaat een beetje in alle richtingen. Maar er zijn momenten waarop na een gebeurtenis of een bepaalde interpretatie dat al die media plots zeggen, daar hangt de klepel, we gaan in die richting. En dan is het, als politicus die zich tussen die media doorlaveert, bijna onmogelijk om tegen de stroom in te gaan. Dus de vraag dan uiteindelijk is hoe het komt dat die kudde bizons soms in een bepaalde richting op hol slaat. Eigenlijk moet je dan proberen te verstaan hoe de media werken. Hoe zo'n kudde, en ik denk dat de media dat echt te vergelijken met een kudde echt wel een goed voorbeeld is. Want wat is het eigen aan een kudde? Dat is dat het ene dier het andere dier imiteert. Dus je ziet wat een ander dier doet en je begint hetzelfde te doen. Waardoor dat eerste dier dat ziet dat jij hetzelfde doet, nog meer hetzelfde gaat doen. En je een soort zelfversterkend proces gaat krijgen. En dat zie je natuurlijk in de media heel sterk gebeuren. En wij noemen dat, wij doen daar onderzoek over, wij noemen dat mediastormen. Dus je hebt een mediastorm, dat kan soms over iets heel belachelijk gaan. We zouden een mediastorm kunnen hebben over de navelpiercing van Britney Spears. Wat politiek niet echt relevant is. Maar je kunt ook een mediastorm hebben over confederalisme. Of weet ik veel. Over het programma van de N-VA. Ook daar kun je een mediastorm over hebben. En dan zie je dat die media heel snel dikwijls in dezelfde richting gaan. En dan, sommigen van jullie zijn opmerking, dat is dan toch geen arena meer. Dan zijn de media wel actor. Als ze allemaal in dezelfde richting gaan. En om je nog eens terug naar het beeld van de arena te brengen. In de arena zit er een Romeinse keizer. De Gladiator, dat is een hele slechte Romeinse keizer uit de film The Gladiator. Echt. Hij wordt ongelooflijk ongenuanceerd slecht in afgeschilderd. En dus eigenlijk, je hebt een strijdperk waarin de actoren met elkaar vechten, maar je hebt ook een keizer die soms bepaalde actoren zegt van, jij bent goed bezig of jij bent slecht bezig. Dat heeft ook dikwijls met peilingen te maken, dat bepaalde actoren meer kans krijgen in de media als ze het in de peilingen goed doen. Dus als een politicus het in de peilingen goed doet, zal de media bijna automatisch zo doen. En zeggen van, goed bezig. In dit geval is dus Ivan de Vader, die onze keizer. Ik zocht naar een bekende journalistenkop en ik denk dat dat een van de bekende... Vroeger had ik Siegfried Brakke gezet, maar dat kan niet meer. Goed. Dus dat is het beeld dat ik zou willen gebruiken. Ik denk dat je dat voortdurend in je achterhoofd moet houden. Je hebt de arena langs de ene kant als beeld en de kudde. En dat zijn eigenlijk...
ik geef eerlijk toe dat die twee beelden elkaar een beetje tegenspreken. De arena is wat passiever en de kudde is de media wat actiever. Goed, laten we nu verder ingaan op het idee van mediamacht. Met de arena heb ik de macht van de media willen relativeren. Wat zijn eigenlijk de voorwaarden voor mediamacht? Waarom zou de media macht hebben? De eerste voorwaarde is dat de media vrij zijn. Dat de media zelf kunnen beslissen waarover ze schrijven en hoe ze het brengen. In een land als Oekraïne, staatsmedia bijvoorbeeld, ja, daar kun je de vraag stellen of de media eigenlijk wel macht heeft. Als de media alleen maar marionetten zijn, spreekbuizen van bijvoorbeeld de regering, ja, wie heeft er dan macht? Dat is de regering die macht heeft en niet de media. Want de media is eigenlijk maar gewoon, ik zou zeggen, het verlengstuk van een bepaalde politieke... Vroeger was het bijvoorbeeld zo, verzuiling bij ons, daar staat Europa, maar verzuiling is eigenlijk vooral in België, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk. Er was maar een handvol landen waar je echt sterke verzuiling had. Bij ons was het zo dat kranten eigendom waren van politieke partijen. Dat is nog niet zo lang geleden. De morgen, 1986 denk ik. Ik denk dat de morgen in 1986 is overgegaan. De morgen was eigendom van de SPA. Dus ik wil zeggen, de mensen werden betaald, onrechtstreeks weliswaar, door de SPA. Dus dat wil zeggen dat die krant eigenlijk... Ja, ze zei wel dat ze autonoom kon schrijven. Paul Gossens was toen de grote voorwacht. Die zei, wij worden niet gecontroleerd. Maar in ieder geval was eigendom van en was een links-progressieve krant. Op dat moment kun je twijfelen aan de macht van de media. Een voorwaarde van mediamacht is dat de media zijn goesting kan doen. Anders, als er te veel censuur is. Bijvoorbeeld partijdige media in de Verenigde Staten. Fox News, hebben jullie zeker allemaal van gehoord. Maar je hebt ook MSNBC. Dat is eigenlijk de linkse Fox News. Dat is de Fox News van de Democraten. Ja, dat is zo partijdig, dat je daar kunt afvragen van, ja, de media zijn bij wijze van spreken niet vrij. En dus, er is bijna partijcontrole. En dus kun je zeggen dat er eigenlijk geen media macht hebben. Alleen wanneer je echt vrije media hebt, kun je media macht hebben. Dat is een beetje gek, dat is een beetje een rare stelling, want je zou verwachten dat media machtig zijn als ze in de handen zijn van politici. Maar wat gebeurt er als een medium in de handen is van politicus, van een bepaalde partij? Dat betekent meestal dat alleen de leden of de voorstanders van die partij zich aan dat medium zullen blootstellen. Wie waren de lezers van de morgen? Als je voor 1986 vroeg aan de lezers van de morgen voor welke partij ze stemden, dan was dat misschien 90% voor de SPA. Dus dat is eigenlijk, ik zou zeggen, in het Engels zeggen ze preaching to the converted. Dat is spreken tot mensen die eigenlijk al overtuigd zijn. Dan heb je geen macht. Kun je mensen niet van gedachten veranderen. Want ze stemmen al voor uw partij. Dus de huidige media, daarin heb je die scheiding veel, veel minder. Als je nu kijkt naar de lezers van de morgen, die zijn nog altijd links-progressief, maar veel, veel minder SPA. De lezers van de standaard waren vroeger CD&V'ers. Ik denk niet dat de CD&V nu aan de... Ja, misschien aan 20-25% komt bij de lezers van de standaard, maar zeker. Dus je ziet dat al die media een veel ruimere, meer verschillend electoraat van verschillende partijen voor hen hebben. Tweede element om macht te hebben, dat is dat de media moeten vertekenen. Als de media een pure objectieve afspiegeling zouden zijn van de realiteit, dan heeft de media geen invloed. Dan heeft de realiteit invloed. Want... Het is gewoon, dan is de media gewoon een glas. Je kijkt de balaatjes van de bomen, vallen van de boom, je kijkt naar buiten door het raam. Je kunt niet zeggen dat raam waardoor je kijkt naar buiten en de blaadjes van de boom, dat invloed heeft. Nee, dat is gewoon een volledige, correcte weergave. Nee, dat is al niet een volledige, maar een minimale vertekening tussen de werkelijkheid buiten. Want je voelt niet door het raam hoe koud of warm het is. Dat kun je niet zien, je kunt alleen de visuele dingen waarnemen. Maar in ieder geval, mijn punt is... Alleen wanneer de media vertekent, is er sprake van invloed. Het is natuurlijk heel gemakkelijk aan te tonen dat de media vertekent. Dat wat er gebeurt in de werkelijkheid en wat wij in de krant lezen, dat daar een geweldig groot verschil tussen is. En waar heeft dat mee te maken? Ten eerste met de selectie, wat we noemen de selectiebias, de vertekening in de selectie. Welke dingen zijn nieuwswaardig en welke dingen zijn niet nieuwswaardig? Er gebeurt in een klein landje of een kleine regio, zoals Vlaanderen, gebeuren er elke dag tienduizenden nieuwswaardige dingen. Sommige dingen geraken in de krant, andere dingen niet. Het is niet voor te stellen dat wat er in de krant staat een representatieve weergave is van wat er in de werkelijkheid gebeurt. Bijvoorbeeld, als je naar criminaliteit kijkt, wat komt er in het nieuws? Moorden.
qua criminaliteit. En als het dan met parachuten te maken heeft, komt het nog meer in het nieuws. Dus dat komt er in het nieuws. Er is natuurlijk heel veel vormen van criminaliteit die in het nieuws. Gisteren is de brommer, echt waar, is de brommer van mijn dochter gestolen. Klein brommerke enzovoort, tweedehands brommerke, allemaal geen drama, maar goed, gestolen. Dat gebeurt per dag. Hoeveel keren zou dat gebeuren per dag? Een paar honderd keer? Nee, een paar honderd keer is veel. 100 keer per dag, laat ons zeggen. Dus je hebt die werkelijkheid en je hebt de vertekening van wat er in de krant komt. Het is onmogelijk voor een medium. Er werken, laten we zeggen, bij de standaard werken 100 mensen. Het zou er 150 kunnen zijn. Die 150 journalisten kunnen onmogelijk Vlaanderen overschouwen. En daar een representatieve selectie van maken van wat ze in het nieuws zetten en wat ze niet in het nieuws zetten. De werkelijkheid is gewoon veel te omvattend en veel te complex. Weten jullie trouwens hoeveel moorden dat er elk... Naast de... Het punt dat ik ermee wil maken is dat jullie dat waarschijnlijk gaan overschatten. Oké. Hoeveel moorden gebeuren er jaarlijks in een land zoals België? Wie durft er iets zeggen? 300. 200. Ja. Wie biedt er meer, wie biedt er minder? 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 Ja, 150. Het is nog minder. Het is ongeveer rond de 100. Een paar jaar geleden was het rond de 100. Als je de krant leest, dan denk ik dat je niet de indruk hebt dat er maar 100 moorden, in België gebeuren. Dat is, dus er is literatuur die aantoont dat hoe meer mensen naar de krant lezen, de media lezen, hoe meer ze last hebben van, ik ga weer een Engels woord gebruiken, van het mean world syndrome. Dat wil zeggen, hoe meer je de krant leest, hoe meer je de indruk hebt dat er van alle gemene dingen gebeuren in de wereld rondom u. Waarom? Omdat er een systematische fixatie is op relatief raar, daarmee bedoel ik uitzonderlijke dingen. Hè? Bijvoorbeeld moorden in criminaliteit. En er is, by the way, totaal geen verband tussen de berichtgeving over criminaliteit en de echte criminaliteit. In sommige landen is die zelfs negatief. De criminaliteit stijgt, de berichtgeving daalt, de criminaliteit daalt en de berichtgeving stijgt. Dus het verband is in de meeste landen zero. Dus er is helemaal geen verband tussen de werkelijkheid, wat criminaliteit betreft, en tussen wat er in de kranten staat, wat criminaliteit betreft. Dus tenzijde van de zaak Dutroux was er heel veel aandacht voor criminaliteit. Ik was toen een jonge academicus, ik heb daar ook zelf over gewerkt. Maar het is niet dat op dat moment er voor de rest meer criminaliteit was. Zeker niet. Dus dat is de selectie. Ten tweede heb je de beschrijvingsbias. De manier waarop iets gebracht wordt, is vertekend. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat je... Ja, maar dat heeft te maken dat je bijna... Je kunt, als je journalist, moet je bepaalde dingen... Je kunt de werkelijkheid niet beschrijven zonder binnen een bepaalde gebeurtenis sommige dingen meer in de verf te zetten dan andere. Dus als je wil zeggen, er is een ongeluk gebeurd, ja, dan ga je sommige dingen van dat ongeluk vertellen. Saillante details, leuke details, of niet leuke details, of macabere details. Bijvoorbeeld, de dame was zwanger. Dus dan ga je dat soort dingen gaan vertellen, omdat die uw verhaal aantrekkelijker maken. Het maakt het dramatischer, het maakt het een straffer verhaal. En dus is het zo, net de manier waarop ik mijn verhaal aan jullie vertel, is natuurlijk hetzelfde. Ik haal er bepaalde dingen uit die ik in de verf kan stellen, waar ik denk van, ik kan ze daarmee prikkelen, kan ze daarmee shockeren, kan daar hun aandacht mee trekken. Als jullie voor de klas staan, ga je dat net hetzelfde doen. Waarom ben ik begonnen met Colosseum? Juist, dat is geprobeerd een verhaal te vertellen. Wel, een journalist is op de eerste plaats een verhalenverteller. En wat doet een verhalenverteller? Die benadrukt sommige dingen en andere dingen niet. Bijvoorbeeld in ongevallen... om nog een ander voorbeeld te geven, in ongevallen wordt er heel veel nadruk gelegd in de media over jongeren. Als iemand van 18 zich in het midden van de nacht tegen een boom rijdt, dan staat het in de krant. Als iemand van 47 zich op vrijdagmiddag tegen een boom rijdt, staat dat niet in de krant. Waarom? Weekendongevallen, jongeren, gevaarlijk, ze drinken te veel, enzovoort, enzovoort. Dus dat brengt onmiddellijk heel die... En dus dat verhaal wordt zo verteld. Dus... Allee, dat is eigenlijk een selectiebias. Hè? Maar in ieder geval, bepaalde dingen worden in de verf gezet en andere dingen niet. En je kunt zeggen dat dat fout is, maar dat heeft gewoon te maken met menselijke communicatie. Hè? Wij doen dat ook. Wij selecteren bepaalde dingen en dus krijgen we een vertekening in hoe het wordt beschreven. Als je aan mensen vraagt die zelf in de krant hebben gestaan, of die zelf, die zeggen dan heel dikwijls, ja, maar het was uit zijn context gerukt. En ik wil zeggen, ik heb dat wel gezegd. Hè? Die quote is juist. Maar alles wat dat daar rond staat,
dat klopt niet. Of in ieder geval, ik kan me daar niet in herkennen. Het gaat over mij, of het gaat over mijn familie, of het gaat over mijn dochter wiens brommer is gestolen. Hè? En ik word geïnterviewd, dan gaat de journalist zal een selectie maken van mijn woorden, die volgens hem het strafste verhaal, het mooiste verhaal opleveren. Goed. En dat gebeurt op verschillende... Dat zijn individuele journalisten die dat doen. Maar belangrijk is dat dat ingebakken zit in de manier waarop de media werken. Dus dat is onvermijdelijk. Dat zit in de productielogica van de media zelf. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld nieuwswaarden. Een nieuwswaarde betekent dat journalisten die lopen rond in de werkelijkheid en die hebben een soort van scorebord in hun achterhoofd. Van, er gebeurt iets en er zijn allerlei lichtjes, emotionaliteit, conflict, personalisering enzovoort. En als die lichtjes allemaal op groen springen, dan zeggen ze, hier ga ik iets mee doen. Als die lichtjes allemaal op oranje of rood blijven staan, dan zeggen ze, wauw, het is niet persoonlijk, het is niet emotioneel, het sluit niet aan bij de actualiteit, er is geen conflict, ze slaan elkaar niet om de oren. Dus, de nieuwswaarde is laag. En dus staat er niet in. Het straffen is dat alle journalisten, of de meeste journalisten, dezelfde impliciete scorebord in hun achterhoofd hebben. En dus dat iets gemeenschappelijk is. Dat heeft niet te maken met één journalist, dat heeft te maken met alle journalisten samen. En niet alleen in Vlaanderen of België. Je hebt die nieuwswaarden, die zijn gedeeld. Dat is een soort kenmerk van journalisten in hun geheel. En een beginnende journalist, als die op de redactie aankomt, zal heel snel geleerd worden over wat er belangrijk is en wat er niet belangrijk is. Als die een stukje heeft geschreven, dan zal de hoofdredacteur hem een schouderklopje geven en zeggen, Jean, goed gedaan. En doordat hij zegt, Jean, goed gedaan, zal zeggen, oké, wat ik nu gedaan heb, dat moet ik in de toekomst nog eens doen. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Welke nieuwswaarden heb ik gebruikt? Dus mensen worden gesocialiseerd in die waarden. Je hebt dat met journalistieke cultuur te maken en ook met eigenaars. In sommige landen is het zo dat eigenaars van het medium invloed hebben op selectie en ook op de beschrijving. Niet Di Rupo, een ander Italiaan. Berlusconi. Berlusconi is... Di Rupo is een ex-Italiaan. Voor alle duidelijkheid. Misschien heeft mijn broer naast met dat weet ik eigenlijk. Dus Berlusconi was eigenaar van de helft... Weet ik veel, de helft is een slag... van de Italiaanse mediakanalen. De Berlusconi-televisiekanalen hadden systematisch ander nieuws dan de staatszender. Dus de eigenaar, Murdoch, Rupert Murdoch, dat is een media tycoon, dus een media eigenaar in vele landen, dat is een liberaal of rechtsconservatief, en zijn media zijn die hij heeft, waar hij eigenaar van is, die schrijven allemaal min of meer politiek hetzelfde. Ik weet niet wie van jullie naar Borgen kijkt, of wie, niemand, wie heeft er al ooit naar Borgen gekeken? Ja, Borgen. Voilà, in de derde reeks. In de derde reeks duikt deze mens op. Dat is Alex Hjort. Dat is een klein detailje. En dat is dus een eigenaar, of de programmadirecteur van de zender, die zich echt gaat moeien met wat journalisten moeten doen. En dus, dat is iemand die tegen een journalist gaat zeggen van kijk, die politicus moet in de studio zitten en die niet. En ik wil dat je de politici, ik wil dat je een programma maakt waarin de politici hun broek moeten aftrekken. Enzovoort. Dus dat is eigenlijk een eigenaar die inhoudelijk zich gaat moeien met het journalistieke werk. Ik denk dat dat uitzonderlijk is. Ik denk dat dat een extreem voorbeeld is in die reeks Borgen. Maar dat eigenaars een rol spelen in de inhoud van het nieuws en dat dat dus bijdraagt tot de vertekening, is uiteraard belangrijk. Goed, hier ga ik u eens laten stemmen. De massa... Ja, door het feit dat ik het wil relativeren, gaat natuurlijk veel meer hier gaan staan. Wij hebben gevraagd... dat is onze Metpol-enquête, dat is een tijdje geleden. We gaan dat binnenkort updaten. Dus we hebben politici, Vlaamse federale politici en journalisten, alleen Vlaamse journalisten gevraagd, geconfronteerd met deze stelling. De massamedia hebben te veel macht. Wat denken jullie daarvan? Als ik hier naast de kolomje zou maken, leerkrachten. Wie is er akkoord met de stelling dat de media te veel macht hebben? Oké. Dat is dus niet de meerderheid. Hè? Wie is neutraal? Nou, dat is ongeveer evenveel, denk ik. En wie is niet akkoord? Ja, dat zijn een geweldig genuanceerd publiek. Dit is wat politici daarvan vinden. Politici zijn het in zeer grote mate eens met die stelling. Dus politici klagen over de mediamacht. Vinden dat de media te veel invloed heeft. Je moet zien wat een ongelooflijke meerderheid. Dit is meer dan dat je nodig hebt om een staatshervorming te doen. Hè?
Dus 82%, dat is een zeer, zeer grote meerderheid. Journalisten zijn meer verdeeld. Jullie zijn een beetje zoals journalisten. Dus, maar zelfs journalisten die dan die macht uitoefenen, daar is eigenlijk nog, er zijn er nog meer die ermee akkoord gaan dan degenen die er niet mee akkoord gaan. Dus journalisten zijn het eigenlijk wel eens met de, minstens met de stelling dat de media invloed hebben. Dus zij percipiëren hun eigen invloed. Goed, dit is het vertrekpunt. Ik ga vier types van mediamacht in de rest van deze workshop verder. Veel geworkt wordt er wel niet. Het is eerder een master met een nadruk op Klaas. Ten eerste, agendasetting. Macht bepaalt de media waarover het in de politiek gaat. Ten tweede, wat er in de politiek beslist wordt. En dat is het onderzoek over framing. Ten derde, over maakt de media sommige politici en kraakt de media sommige politici. Dat is ook een vorm van mediamacht. En dan eigenlijk opnieuw de arena-idee, maar dan toegespitst op medialogica. Is de hoe van de media, de manier waarop de media werkt, heeft dat een invloed op de manier waarop de politiek werkt? Het hoe, dus waarover, wat, wie, hoe. Dat is wat we in de volgende half uur, 25 minuten, Julie. 25 minuten, hè. Goed. Waarover? Agendasetting. Er wordt dikwijls gezegd dat de media bepalen waarvan mensen wakker liggen. Dus wij hebben in ons hoofd ook een soort lijstje van prioriteiten. Wat is het belangrijkste? Wat is het belangrijkste probleem? Als je aan mij zou vragen, wat is het belangrijkste probleem in mijn leven? Dan zou ik zeggen, het belangrijkste thema, politieke thema, ik denk dat ik mobiliteit zou zeggen. Ik denk dat mobiliteit, als je zou zeggen, buitenlands beleid, werkloosheid, economische crisis, dan ik zou zeggen mobiliteit. Dat is het thema waar ik heb kinderen die allemaal met de fiets en met brommertjes enzovoort enzovoort zich in het verkeer begeven. Ik woon ver van Antwerpen waar ik lesgeef. Dus dat is voor mij nummer één qua prioriteit. De vraag is, of als je bij jezelf nadenkt van oké, wat zijn de belangrijke dingen? Natuurlijk, de belangrijkste dingen in je leven zijn je familie, je vrienden en de dingen die je onmiddellijk... Maar op maatschappelijk niveau, wat zijn de belangrijkste dingen? Waar zou de politiek zich vooral mee moeten bezighouden? Onderwijs. Ja. Ja, ik zou dat eigenlijk ook moeten zeggen. Sorry. Werkgelegenheid. Werkgelegenheid is traditioneel de nummer één. Dus als je mensen vraagt, wat is het belangrijkste probleem, dan is werkgelegenheid nummer één. Bijna een evergreen, bijna altijd. Doorheen de tijd. En bijna in elk land. Dus dat is eigenlijk iets waar dat... Het straffen is, zelfs als het goed gaat met de werkgelegenheid, blijft dat bezorgdheid nummer één. Schijnt, wordt niet geraakt door de economische werkelijkheid. Hè? Maar zijn er nog thema's waar dat je... Wat zeg je? Sociale zekerheid, dus pensioenen, werkloosheidsvergoedingen, kinderbijslag. Er zijn eindeloos veel thema's waar mensen eigenlijk naar de politiek kijken en zeggen van kijk, we willen dat je dat probleem oplost of we willen dat we de huidige goede toestand behouden. Hè. Bij sociale zekerheid is een heel debat over ja, moeten we de sociale zekerheid niet behouden of moeten we ze wijzigen. Hè. Er zijn partijen die zeggen van het is goed zoals dat is. Hè. En er zijn veel mensen die dat ook vinden. Bepalen de media de agenda, hè, dus de prioriteiten. Dus aandacht voor een thema is een voorwaarde voor politieke besluitvorming. Als er hier in het Vlaams parlement iets gebeurt, kan dat alleen maar als iets op de agenda verschijnt. Als er vragen over gesteld worden, als er wetsvoorstellen over worden ingediend, als er debatten zijn. Dus het moet op de agenda staan. De vraag is of de media een rol spelen in het bepalen van wat er in de politiek gebeurt. Er zijn twee soorten van agendasetting, namelijk onze agenda, wat in ons hoofd, wat de burgers belangrijk vinden, en de politieke agenda. De pandas. Wie zei dat hier? Ja, dat zijn de pandas. Dat is een DHL-camion waar de pandas hebben ingezeten. Dat is een... Als je nu zou vragen aan mensen, wat is het belangrijkste dier op aarde? Dan ben ik er tamelijk van overtuigd dat de pandas een grote sprong voorwaarts hebben gemaakt. In de laatste voorbije week. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat door heel die... Ik vind dat echt een panda-hype, of een panda-mediastorm. Ik heb mij een klein beetje geërgerd eraan, maar misschien zijn er sommigen onder jullie die dat juist het omgekeerde van vinden. Maar in ieder geval, het is een voorbeeld hoe dat de media eigenlijk aandacht trekken op een bepaald thema. Of weet ik veel. Of als ze vragen, wat is het belangrijkste politieke thema? De overheid moet meer investeren in dierentuinen. Zou het gevolg daarvan kunnen zijn? Van de grote media-aandacht. Goed, maar wat heeft het onderzoek aangetoond? Dat inderdaad wat mensen belangrijk vinden, als je in de vraag stelt wat zijn de belangrijke politieke thema's, waar zou de politiek iets aan moeten doen, waar lig je van wakker, maatschappelijk, dat de media daar een grote invloed op heeft. Ik denk dat dat een voorbeeld is van echte mediamacht. Dus media-aandacht
stopt bepaalde dingen in ons hoofd. En als je ons dan vraagt van wat is belangrijk, dan gaan we de dingen die de media in ons hoofd gestopt heeft, gaan we die uit spuwen. Hè? Naar enquêteurs en naar wetenschappers die daar dan naar vragen. De vraag, een interessantere vraag is of de media ook invloed hebben op de politieke agenda. Want hier zie je onze premier met een klein pandakje in zijn handen, die je bijna een kus geeft aan een van die pandas die op de luchthaven is toegekomen. Dus wat doet de premier? De premier gaat van die media-aandacht, dat is mijn interpretatie, gaat daarvan gebruik maken om zelf een graantje daarvan mee te pikken. Toevallig wil het dat de dierentuin ook in zijn stad, in zijn regio ligt, dus hij had er ook een band mee. Maar dus, dat wil zeggen dat de politieke agenda, of in ieder geval de, letterlijk de agenda van die Rupo, bepaald wordt, zijn aandacht voor dat thema, voor een stukje ook bepaald wordt door die media-aandacht. Natuurlijk, je hebt de werkelijkheid. Die pandas zijn echt naar hier gekomen. Het is niet dat de media dat uit hun duim hebben gevonden. Dat is niet puur een media-evenement. De werkelijkheid was dat er twee pandas uit China naar die Henegouwse dierentuin gaan. Dus er is een aanleiding in de werkelijkheid. Maar ik denk dat je hier wel kunt spreken van duidelijke, ja, hoe zal ik zeggen, amplificatie. Een duidelijke, een heel sterke aandacht voor dat thema. Waardoor je dus ook, zelfs ook Pieter de Krem stond daar te pronken, schijnt het, naast die pandas. Ik heb mijn televisie uitgezet, ik kon dat niet meer zien. Maar allez, goed, het is een voorbeeld van politieke agendasetting. Dus bepalen de media de thema's die op de politieke agenda staan? Dat is de vraag. Als je dat aan politici vraagt, je stelt hen de vraag opnieuw 2006. Over 2 jaar kom ik met nieuwe data, dan zullen we 2014 hebben. Hoe vaak slagen de volgende actoren erin om een probleem op de politieke agenda te zetten? Je vraagt het aan politici en je vraagt het aan journalisten. En je vraagt het over radio en televisie, je vraagt het over de minister en je vraagt het over politieke partijen. Wie bepaalt de politieke agenda? Je vraagt het aan politici zelf en aan journalisten. En je vraagt radio en televisie, eerste minister, politieke partij. We hadden nog een heel aantal rijtje van actoren. Dit zijn de... Dit, de eerste minister wordt beschouwd als de meest machtige agendasetter. Die er meestal en vaak in hoge percentages in slaagt volgens zowel politici als journalisten om de agenda te bepalen. Dus wat de agendasetting betreft is Di Rupo op dit moment, en tevoren Leterme, Verhofstadt enzovoort, de machtigste politicus. Maar kijk hier eens naar. Politici zelf en vooral politici, maar ook journalisten, zeggen dat de media ook heel belangrijk is. 26% zegt meestal, 52% zegt vaak. Eigenlijk, die vergelijking, het is iets minder dan de eerste minister, maar de tweede belangrijkste politieke agenda zit er belangrijk, volgens politici zelf, is de media. Dus de uitspraak helemaal in het begin, de media hebben te veel macht, heeft waarschijnlijk voor een groot stuk daarmee te maken dat politici zelf de perceptie hebben dat waar zij dagelijks in het parlement mee bezig zijn, hè, want dat gaat niet over, dat is niet abstract, ja, dat gaat over hun agenda. Ze komen op maandag toe in het parlement en ze doen iets, waarover werken ze? Dat wordt bepaald, zeggen zij zelf, door radio en televisie. En bijvoorbeeld de andere, ja, wij spreken in België niet over particratie, dat de politieke partijen te veel te zeggen hebben. Ja, de politieke partijen scoren lager, hè. Ja, allez, het is een beetje, politieke partijen scoren net iets lager, allez, want het zijn natuurlijk te veel cijfers om direct met elkaar te vergelijken, iets lager dan radio en televisie. En parlementaire drukkingsgroepen, dat is een kolom die tot daar gaat, dat is altijd minder en minder en minder. Dit zijn de drie meest machtige instanties wanneer het gaat over politieke aandacht trekken. Ja, als je het politici en journalisten. En natuurlijk, zoals we daarnet gezien hebben, geloven politici zelf meer in de macht van de media dan de journalisten. Journalisten wassen een klein beetje, hè, weer de Romeinse metafoor, hun handen in onschuld. Maar ze geloven toch ook wel dat ze belangrijk zijn in het bepalen van dat zij invloed hebben op wat er politiek aan de orde is. Onderzoek dit aan, als je dat nu wat meer systematisch doet, dat dat inderdaad zo is. Hè. De kracht van de media is kleiner in verkiezingstijden en groter in niet-verkiezingstijden. Dat wil eigenlijk zeggen dat in de periode die nu komt, de media wat het bepalen van de thema's betreft minder belangrijk is. Er zijn allerlei redenen voor, dat zou mij te ver leiden om dat uit te leggen. Er is meer impact op het parlement. Wie reageert er het meest op wat er in de media staat? Er is vooral in het parlement. En vooral in de vragenuren. Dus in commissies worden vragen gesteld, in mondelinge vragen, interpellaties. Daar zie je eigenlijk... Je kunt eigenlijk, als je gewoon naar het vragenuurtje in het parlement komt luisteren, dan moet je eigenlijk de krant niet meer lezen. Allee, dan weet je bij wijze van spreken wat er de dagen ervoor in de media is geweest. Dus daar heb je een heel sterke band. In de regering wordt er minder gereageerd.
Het is niet zo dat ministers plots hun agenda omgooien, met andere dingen gaan bezig zijn. Natuurlijk gebeurt dat soms wel, maar het invloed is vooral op het parlement. Het heeft vooral met symbolische agendas te maken. Politici reageren op de media en nemen de thema's van de media over, niet wanneer het gaat om het maken van wetten, substantiële politiek, maar vooral wanneer het gaat over, ik zou zeggen, spelen voor de tribune. Dus, zoals, ik heb van die, hoe noemen ze dat? Vroeger zeiden ze van Paul van Imst dat dat zo'n een tribunespeler was en dat hij eigenlijk allemaal hakjes gaf en zo allerlei show gaf voor de tribune. Wel, dat is eigenlijk ook wat je zou kunnen zeggen. De media heeft invloed op het publieke discours. Wat politici zeggen dat ze doen. De media heeft minder invloed als je gaat kijken naar wetgeving. Als je kijkt van, wat stond er in de krant? En in de maanden daarna, waar rond wordt er wetten gemaakt? Die band is relatief zwak. Als je gaat kijken wat er in de media staat, en dan aan wat er in het jaar erop geld naartoe gaat, ook een vorm van aandacht, hè, het budget, de jaarlijkse begroting, dan is die band zo goed als helemaal weg. Dus het gaat vooral invloed op wat er het over de words in de politiek. Daar heeft de media invloed. En iets minder op de echte beleidsdaden. Dus wat een sterke relativering is van de macht van de media. Dus er is invloed op het vragenuurtje, maar er is geen invloed of veel minder op de beleidsverklaring van de regering bijvoorbeeld. Vooral oppositiepartijen zijn gevoelig voor media-aandacht, veel meer dan regeringspartijen. De impact is onmiddellijk. Het is dezelfde week. Als je in het parlement kijkt, dat is de eerste week dat er gereageerd wordt. 2 weken later is het nieuws oud en is er geen reactie meer. Dus de politici reageren zelfs, we hebben dat onderzoek gedaan in de jaren 2000. De laatste data zijn tot 2000. We zijn nu met een update bezig. Zelfs toen, ondertussen heb je internet enzovoort, gaat nog veel sneller. En is de reactie misschien niet binnen de week, maar zal de reactie vermoedelijk binnen de eerste paar uren zijn. Dus de nieuwscyclus en ook de politieke cyclus zijn enorm versneld daardoor. De impact verschilt naar gelang thema enzovoort. En merkwaardigerwijs in de jaren 2000, toen er toch al van een tijdje van televisie sprake was, kranten hebben meer invloed op de politieke agenda, op wat er in het parlement gebeurt, dan televisie. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat parlementairen toen weinig tijd hadden om 8 uur 's avonds zijn die gewoon nog niet thuis. Daar ga ik vanuit. Terwijl ze wel de kranten op gelijk welke plaats kunnen raadplegen. Dus kranten zijn gemak en zijn ook bevatten meer gedetailleerde informatie, ook meer geopinieerde informatie die voor politici is. Maar er is dus, om te besluiten, er is invloed wat politici doen, waar politici mee bezig zijn, is het onmiskenbaar, niet alleen bij ons, maar in vele andere landen, invloed van wat er in de media staat. De tweede framing. Hier weet ik eigenlijk niet zoveel over te zeggen, omdat we daar eigenlijk niet veel over weten. Hebben de media een effect op de inhoud van de politieke besluitvorming door hoe ze bericht geven? Stel je voor dat onze media nu zouden zeggen, dat de werkloosheidsuitkeringen moeten verlaagd worden. En dat er een soort algemene tendens is in de media naar het verlagen van werkloosheidsuitkeringen. Zou dat betekenen dat de werkloosheidsuitkeringen effectief door politie verlaagd worden? Dus ze framen, ze schrijven in een bepaalde richting. Daar weten we eigenlijk niet zoveel over. Er is heel weinig onderzoek over. Over agenda weten we heel veel. Dus de aandacht van politici wordt voor een stuk bepaald door media. Maar of wat een politicus dan doet, voor of tegen iets zijn. Dus het trekt zijn aandacht, maar of dat zijn positie voor of tegen zijn beïnvloed, daar weten we eigenlijk relatief weinig voor. Dat is een moeilijke definitie van een frame. Hier heb je een voorbeeld van een frame. Ik was deze week aan het zoeken naar Janukovic. Ik vond dat een straffe titel. Zo decadent leeft president Janukovic. Dus wat is het beeld dat wordt opgehangen van die, ik zal niet zeggen die een arme president van Oekraïne, maar in ieder geval, ja, dat is iemand waar, ik wil zeggen, dat is duidelijk gekleurde belichtgeving. Hè? Dus het woord decadent is zeer negatief. Ze hadden ook gewoon kunnen een reportage kunnen brengen over zijn villa. Dat had neutraal kunnen gebracht worden. Het frame, dus wat heel dat stuk uitademt, dat is dus overdadige luxe, decadentie, ivoren toren, ver van de bevolking is arm en hij is rijk, hij verspilt, hij heeft gouden kralen in zijn badkamer staan, weet ik veel. Je kunt een reportage maken van dat bezoek aan die villa, hè? Of je kunt dat op een totaal andere manier doen. Hè? Dus het frame,
de keuze die de journalist gemaakt, ik zeg niet dat dat fout is, ik zeg gewoon dat dat een keuze is die de journalist gemaakt heeft om dat op die manier te framen, te brengen. Dat verhaal over het feit dat dat paleis openging en dat dat kon bezocht worden. Dus de nadruk ligt op decadentie en heel dat stuk ademt die interpretatie uit. En een andere interpretatie is ook mogelijk. Van, ja goed, het is moeilijk om in dit geval een straffe andere plaats te geven, maar de president moet heel hard werken en heeft toch recht s'avonds om zijn warm badge te laten vollopen enzovoort. Dus je zou een andere interpretatie kunnen... Als de staatszender voor de val van Janukovic, de staatszender van Oekraïne, een bezoek zou gebracht hebben aan het paleis van Janukovic en hem daar zou geïnterviewd hebben, zou het frame totaal anders geweest zijn. Dan zouden ze waarschijnlijk vooral zijn bureau gefilmd hebben. En de 20 telefoons die daar staan, en het harde werk, en de dossierkasten, enzovoort. Dus dat is, de president is bezig met... Dus je zou dat op een andere manier kunnen brengen. Dus dat is gewoon het punt. Dus realiteit is te groot en te complex om te verstaan, heb ik al gezegd. Dus we hebben die verhalen en die narratieven, dat is eigenlijk een letterlijke vertaling van een Engels woord. Ik weet niet of dat in het Nederlands staat. Dus het verhalende is heel... Dus er is bijna altijd een frame in een nieuwsverhaal. Een journalist kiest een standpunt. Je kunt over criminaliteit berichten, hè? Dus kies een standpunt, een bepaalde interpretatie. Als er iets gebeurt, hè? Om nog eens over die parachutemoord te spreken. Wat kun je doen? Je kunt de politiecommissaris of de gerechtelijke inspecteur interviewen en je brengt een heel institutioneel verhaal. Je kunt ook alle vriendinnen van het slachtoffer interviewen. Dat is natuurlijk een totaal ander verhaal. De invalshoek, de positie die je kiest om dat verhaal te vertellen, is helemaal anders. Hè? Het is een veel meer human interest, veel meer authentiek, het is veel meer identificatie. We gaan veel andere gevoelens hebben als we al die vriendinnen horen vertellen over het feit dat... enzovoort. Dus dat is heel belangrijk in de manier waarop het verhaal gebeurt. De vraag is of dat invloed heeft op de manier waarop politici inhoudelijk... hebben frames effect op het publiek? Daar is duidelijk bewijs van. Dus met experimenten, als je een artikel op een bepaalde manier frame, bijvoorbeeld heel human interest of heel institutioneel, dat heeft effect op wat mensen erover denken. Dus mensen worden daardoor beïnvloed. Er is daar geen onderzoek over, of nauwelijks over politici. We weten eigenlijk niet of dat politici wat dat betreft anders zijn van gewone mensen. We weten niet of politici een soort ubermens zijn die op een andere manier de media lezen. Of dat ze net zoals gewone mensen beïnvloed zijn door de manier waarop in de media een verhaal gebracht wordt. Daar hebben we. Dus hier is nog werk aan de winkel. Wie? Is het zo dat politici... een derde mogelijke invloed van de media, het electorale lot van politici bepalen. Dit is Freek, hij heeft gewonnen uiteindelijk zeker, hè? In dat seizoen. En dit is voor de kuur. En dus, ja, natuurlijk, ik denk dat voorbeeld eigenlijk ook een antwoord op de vraag is, hè. Dus waardoor je hebt een bepaalde politicus die heel veel ruimte heeft gekregen. Hè? Ja, ook een politicus die past in het format. Hè? Dus die politicus is natuurlijk niet zomaar gekozen. Dat is iemand die past in dat format, die de nodige quote, die de nodige humor heeft, die eigenlijk ook dat programma kan animeren. Hè? Ik denk niet... Nu ben ik eens op zoek naar een hele saaie politicus. Ik moet opletten, want die wordt gefilmd hier. Hè? Nee, dus ik kan me voorstellen dat er heel wat politici niet geschikt zijn om in dat... Ik zou dan een federale politicus of een Franstalige zijde... Er heel wat politici niet geschikt zijn om dit medium op te treden. Hè? Om in dit format info... niet infotainment, maar entertainment format op te treden. Maar in ieder geval, de vraag is in welke mate dat invloed heeft. Hè? Bepalen de media door... aandacht geven aan politici en niet aan anderen, hè, door ze een bepaald forum te geven, opnieuw die arena, hè, bepaalde politici, bepaalde media daardoor de populariteit, hè, van politici. Politici worden gemaakt en gekraakt door de massamedia. Opnieuw dezelfde enquête. Wie zegt helemaal niet akkoord? Niemand. Wie zegt niet akkoord? Dit wordt toch een beetje een stalinistische stemming. Ja. Wie zegt akkoord, nog niet akkoord? 3 al, en nu gaat het komen. Wie is akkoord? En helemaal akkoord. Voilà, dus het is een schone... En jullie zijn het eens met journalisten en politici. Politici geloven daar zelf heel sterk in. Geloven dat hun eigen carrière... Dat is ook natuurlijk een als het niet goed gaat met die carrière, is dat een goede zondebok natuurlijk. Hè.
Dus je zou eigenlijk, toppolitici moeten vergelijken met backbenchers. En met politie met wie het goed gaat en politie met wie het slecht gaat. En ik vermoed dat er dan wel verschillen gaat zijn. Want als het goed gaat met u, dan ligt het niet aan de media, want dan ligt het aan uzelf. Als het slecht gaat met u, ligt het wel aan de media en niet aan uzelf. Dus er is een soort automatische vermijden van schuld. Hè. Maar goed, journalisten zijn het daar ook mee eens. Je hebt, Bart De Wever is een voorbeeld, maar je hebt bijvoorbeeld ook Vrijen van den Bossche gehad, een beetje vroeger, die dan in die sms-debatten optrad. Klopt. Natuurlijk, Vrijen van den Bossche heeft ook die kwaliteiten. Oh. Dus ja, in ieder geval in de debatten was ze duidelijk de beste. Allee, in mijn ogen was dat onmiskenbaar zo. Dus zwart, je kunt daarover discussiëren, maar die heeft bepaalde kwaliteiten. En dus ze krijgt een kans in de media, ze grijpt die kans in de media, en dus je hebt een soort zelfversterkend effect. Maar dat talent is er. He, dus ze heeft die mogelijkheid om dat te doen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat de media vooral de mediageniekheid of de populariteit van een politicus versterken, maar dat er natuurlijk een soort basistalent, een soort basiskwaliteit moet zijn. Bepaalde media, het electoraal loop van politie. Politie denken dus van wel. He. En dat wordt heel sterk bepaald door het debat in zaken personalisering. Er is op dit moment ook een groot debat of politiek niet te persoonlijk is geworden, of het niet te veel over personen gaat en te weinig eigenlijk over partijen en hun ideeën. Of het niet gaat over de zetten van Bart De Wever, de geiten van Yves Le Terme, wat weet ik al niet allemaal. Dus eigenlijk over de persoonlijke kant van het leven van politici. Ik heb me dikwijls afgevraagd of de geiten van Yves Le Terme politiek enige relevantie hebben. Allee, waarom zou ik moeten weten dat Yves Le Terme geitjes heeft? De enige reden waarom dat is dat Yves Le Terme daardoor bij mij de indruk krijgt van een echte mens te zijn. En niet een droge administrator, maar Yves Le Terme is een echte mens van vlees en bloed, want hij, ik hou niet bepaald van geiten, maar in ieder geval, het is iemand die... Een dierenvind. Ja, een dierenvind. Het toont een soort menselijke kant. Aan de andere kant zijn sms'jes over zijn interesse, dat toont een menselijke kant. Ja, dat is een andere menselijke kant, dat zijn te dikke vingers dan eigenlijk. Ja, of in ieder geval naar de foute mensen. Maar goed, dat is een heel debat. De meeste politici trekken geen kiezers aan van andere partijen, ga ik opslagen. Mijn stelling is dat als het gaat over de populariteit van politici, dat de functie eerder dan de persoonlijkheid de media-aandacht bepaalt. Als je, en ik zal dat, dit zijn de meest populaire politici van Vlaanderen op dit moment. Laatste peiling, de standaard TNS, de standaard VRT. Chris Peeters, Maggie de Broek, Bart De Wever, Johan van Rotten, Ilie Krivitsa. Zitten allemaal al lang in de politiek. Hebben allemaal hoge politieke functies. En dus de media volgen... Allee, mijn stelling is dat de media eerder de macht van een de machtige politici volgen, eerder dan dat ze politici populair maken, waardoor ze machtig worden. Kijk naar de carrière van Vrijen van den Bossche. Ik heb dat grafiekje moeten meebrengen. Carrière van Vrijen van den Bossche, die parlementslid is, minister enzovoort, die is federaal minister geweest, terug af, Vlaams minister. De media-aandacht voor Van den Bossche is gewoon perfect samenlopend met haar functie. Op het moment dat Vrijen van den Bossche een belangrijke functie heeft, heeft ze veel media-aandacht. Op het moment dat Vrijen van den Bossche gewoon parlementslid heeft, heeft ze niet meer media-aandacht dan een gewoon parlementslid. Iemand als Jean-Luc Dehaene, daar stemde geen hond op. Die is premier geworden en daar stemde geen kat op. En door premier te worden, heeft hij veel media-aandacht gekregen en is Jean-Luc Dehaene ongelooflijk populair geworden. De populariteit was echt het gevolg van zijn machtige positie. Dus er zijn... Nu, het werkt waarschijnlijk in de twee richtingen. Dus politici krijgen veel media-aandacht, worden daar populair, krijgen machtige posities, maar de media volgen zijn eigenlijk geobsedeerd door machtige politici. Het is voor, zelfs voor een goed communicerend Vlaams parlementslid, die geen macht heeft, in de oppositie zit, zeer moeilijk om in de media te geraken. Dus het is te gemakkelijk om te zeggen dat alles van de media komt. Het is een soort interactie. Chris Peeters trouwens is premier geworden. Letterlijk zonder ene stem. Nee, niet premier. Hij was minister, maar ik weet niet meer juist van wat. Ja, nee, maar ja, nu is minister-president. Maar nu is hem. Le Terme opgevolgd. Ja, maar Le Terme heeft hem in de regering genomen toen hij niet politicus was. Hij kwam gewoon van. Dus dat is een bewijs dat hij. En nu is Chris Peeters heel veel media-aandacht en is hij de meest populaire politicus. Jean-Marie de Dekker bijvoorbeeld. Ja, er zijn voorbeelden van de twee. Bart De Wever ook, die was ook. Ja, hij was wel al voorzitter, hè? Ja, oké, maar... Ja, natuurlijk. Dus, maar hij, ja, het is een soort... Je kunt niet zeggen dat het allemaal media is.
Dus Koen Geens is een voorbeeld. Er zijn Marian Thijssen is voorzitter geweest zonder veel. Dus je hebt heel veel. Jo van Deurzen was in Limburg wel populair, maar is eigenlijk was partijvoorzitter zonder die populariteit. En zijn populariteit is dan heel sterk. Dus je hebt. Het punt is dat er bijna een perfecte correlatie is tussen de macht van een politicus. Als je de politici op een rij zet van meest machtig tot minst machtig, staat eenmaal bovenaan de federale premier. Die heeft het meeste media-aandacht. Elio Di Rupo, een gewone premier. In de federale premier, als je naar alle politici krijgt, 10% van alle aandacht naar alle politici gaat naar de premier, naar één persoon. Dat is 10%. Een Vlaams parlementslid staat helemaal onderaan. Een Vlaams parlementslid, één Vlaams parlementslid krijgt 0,02% van alle media-aandacht. Dat wil dus zeggen dat Di Rupo, 0,02, hoeveel keer is dat? 50 keer maal 10, 500 keer meer in het nieuws komt dan een Vlaams parlementslid. 500 keer meer. Dus een backbencher die hier zit, hè, die roepen zal 500 keer meer in het nieuws verschijnen dan een relatief onmachtig Vlaams parlementslid. Dus dat geeft heel duidelijk aan. En die roepen wordt bij ons niet verkozen in Vlaanderen. Hè. Dat is pure macht. Hè. Allee, ik wil zeggen, dat is puur zijn belang, want Vlamingen kunnen er niet voor stemmen. Hè. Dus er is een heel sterke samenhang tussen de positie, en nu moet ik stoppen, en de populariteit. Goed, nog één grafiekje. Ja. Hier gaat het over, nu vertel ik weer het omgekeerde. Aandacht in het tv-nieuws, niet verkozen, verkozen. Dit is onderzoek van 2009, denk ik. Dus de Vlaamse verkiezingen van 2009. Hier heb je van de politici, die nul keer in het tv-nieuws zijn gekomen, zijn er 96% niet verkozen en 3,7% wel verkozen. Van de politici die meer dan één keer op televisie zijn geweest, is er 58% verkozen en 49% niet. Als je die twee met elkaar vergelijkt, dan zie je een ongelooflijk groot verschil. Dus als je in de media komt, ja, dan is de kans dat je verkozen wordt ongelooflijk veel groter. Televisie, hier de kranten, minder dan 5 keer. Van de verkozenen, van degenen die minder dan 5 keer in het nieuws zijn in de kranten hebben gestaan, zijn er 100% allemaal niet verkozen. Dus als je niet minstens 5 keer in de krant hebt gestaan, dan zijn ze zeker niet verkozen. Als je meer dan 25 keer in de krant hebt gestaan, dan is de kans dat je verkozen bent 52%. Conclusie. Impact van de media is reëel, maar varieert sterk naar gelang soort impact. Partijen en politie worden niet machteloos weggeblazen. Ik denk dat dat mijn hoofdpunt is, dat ik wilde brengen. De media-effecten zijn conditioneel. Het hangt af van de omstandigheden. Gelden soms voor sommige media meer dan voor anderen, voor sommige politici meer dan voor anderen, voor sommige partijen meer dan voor anderen. Dat zijn al die regels van de media-arena, die soms op sommige politici meer van toepassing zijn en hebben daar meer last van dan anderen. Als Di Rupo de arena wil betreden, kan hij op gelijk welk moment de arena betreden. Hetzelfde voor Chris Peeters. Die kan altijd zeggen van, nu wil ik iets zeggen. En alle camera's zullen op hem gericht staan. Maar als Steve Dulster iets wil zeggen, dan zal hij heel hard moeten roepen. De sterkste effecten hebben allicht te maken met de medialogica, dus met die media-arena. Ik denk dat is een andere boodschap, daar gaat het om. Het gaat om die media-regels waar politici moeten mee rekening houden. En die ideologische bevoor- of benadeling van partijen, daar wilde ik nog iets meer over zeggen, daar geloof ik absoluut niet in. Ik geloof niet dat er een soort van samenzwering is in de media. Je hebt linkse en rechtse journalisten, uiteraard. Je hebt er meer links dan rechts. Op journalistenniveau, maar het invloed op wat ze schrijven is bijzonder klein en bovendien heb je binnen dezelfde krant linkse en rechtse journalisten. Dus een soort ideologisch idee van alle media willen nu de wever naar boven schrijven en willen Chris Peeters naar beneden schrijven,